collectie staat op alfabet. En de verzamelaars die staan op 60s, 70s, 80s, 90s, blues, country, soul, Cajun, Zydeco. Dat staat allemaal apart. En voor de rest, de normale cd's, die staan gewoon alfabetisch. Dat is wel eens een probleem als je kast helemaal vol is en je hebt er weer nieuwe bij. Dan ben je een paar dagen bezig om alles te verschuiven. Een ideaal systeem bestaat er namelijk niet. En ik moet nu een hele troep cd's weer inpassen. Maar ik groei een beetje uit mijn muziekhuis. Want er zijn geen overlopen en muren meer waar cd-kasten kunnen. Want hierboven heb ik nog kasten en beneden alle overlopen zijn volgebouwd. Dus nu staan ze dus in stapeltjes keurig op het aanrecht. Maar dat is natuurlijk niet het ideale archief, want dan zoek je de pleuris. En ik heb in het begin bij Rijnmond heb ik de fout gemaakt dat ik nog wel eens een verzoekprogramma deed met de feestdagen als ik een extra uitzending had. En dan kreeg je ontzettend veel verzoekjes. Dat was ook heel erg leuk. Alleen dan wist ik dat ik een nummer had, maar dan stond die bijvoorbeeld op een verzamelaar. En dan stond ik op een keukentrap de hele avond al die verzamelaars de achterkant te lezen waar dat klerennummer was. En ik was 3 dagen bezig met zo'n programma. Dus ik denk, ja, wacht even, dit wordt me te gek. Want dat was zo'n werkje om dat te doen. Maar de mensen vonden het geweldig. Now the day goes by, I don't think about you. You left your mark on me, it's permanent tattoo. De eerste single van mij, dat was een single van Ricky Nelson. Ricky Nelson, hoe heet die single? Lonesome Town, geloof ik. En het eerste Beatles-singeltje wat ik had was van From Me to You. En de eerste Rolling Stones-single, dat was Tell Me. En toen vond ik een single van Them met aan de ene kant How Long Baby en aan de andere kant One More Time. En vanaf dat moment was ik Van Morrison fan. En dat ben ik tot op de dag van vandaag. Al heb ik nog nooit een grotere kwal ontmoet dan Van Morrison. Maar Jimmy LaFave zegt altijd tegen mij, je moet nooit je idolen ontmoeten. Want ik heb een keer Bob Dylan ontmoet en een grotere lul bestaat er niet. Ja, hier begint dus de letter M, want A begint daar en het gaat zo door het hele huis en L staat nog daarachter en dan M begint hier tot Z daar beneden. Maar ja, je ziet het zit helemaal vol, dus ik heb een probleem wat niet zo makkelijk op te lossen is. Ik heb mijn hele leven dus achter het voetbal aangereisd en ik kwam in alle hoeken van de wereld. En dan ging ik altijd op zoek naar platenzaken en naar boekenzaken. En in Amerika bijvoorbeeld, maar ook in Engeland, maar zeker in de Engelstalige landen, want dat kun je ook lezen, zijn er hele mooie boeken verschenen over allerlei artiesten en de nummers die gemaakt zijn. De producers, de studio's waar het gebeurd is en ook wie het allemaal opgenomen hebben. Je hebt bijvoorbeeld nummers die zijn wel 600 keer gecoverd. Dat is voor de man die het geschreven heeft natuurlijk bijzonder aantrekkelijk. En ik ben zo'n freak, ik wil dat allemaal weten, weet je wel. Dan kom je bijvoorbeeld een van mijn helden tegen, Mickey Newbury, en dan kijk ik wie hebben die man nou heel allemaal gecoverd. En dan kom je bijvoorbeeld ook Lee Towers tegen. Dat vind ik dan weer leuk, hè? Ja. Zo was er ook een luisteraar die mailde mij en die vertelde me dat hij naar Amerika ging om een concert te bezoeken van Johnny Rivers. En hij mailde erbij van, die kent u ongetwijfeld niet, want die is niet zo bekend, maar ik ben een oude fan van Johnny Rivers. Dat kwam heel goed uit, want ik kwam net terug uit Amerika en ik zat op de snelweg tussen Dallas en Austin en langs de weg een groot billboard, Johnny Rivers in concert. Dus ik denk, Johnny Rivers is nog on the road. En dan kom je terug en dan krijg je zo'n mailtje van zo'n man. En dan denk ik, Johnny Rivers die ken ik niet. Ik heb zijn hele repertoire hier staan, want ik heb ook weer 30 cd's van Johnny Rivers, weet je wel. Dat heb ik die man teruggemaild. Dus er zijn in ieder geval 2 in het Rijnmondgebied die Johnny Rivers kennen. Maar ik ben er ook weer één van, weet je wel. Zo'n idioot ben ik, zo'n maniacale gek. Als ik dan zo'n artiest ontdek, dan moet ik ook alles hebben. Eerder heb ik geen rust.
En mijn vrouw die zegt altijd, jij drinkt niet en je koopt cd's, maar je kunt beter gaan drinken. Dat is goedkoper dan deze verslaving. De blues is op sterven na dood in Nederland. Als je bij een platenzaak komt, dan hebben ze nog de Best of B.B. King. En als het meevalt, de Best of John Lee Hooker. Maar er wordt vandaag aan de dag wordt fantastische blues gemaakt. Ik ga ieder jaar naar Amerika. En daar heb je blueslabels die aan de lopende band fantastische blues uitbrengen. Alleen, het is voor een klein publiek, dus de echte platenmaatschappijen hebben daar geen trek in, want die willen geld verdienen. En het gekke is dat haast alle jonge bluesgitaristen in Amerika zijn blank. Terwijl blues van oudsher een zwarte muziek is. Maar de blanken hebben zich helemaal op de blues gestoord. Als ik bij concerten kom in Amerika, is het publiek 80% blank. Een beetje de gegoede middenklasse gaat naar de blues. En er zitten nog wel een paar oudere zwarte bluesfanaten in de zaal. Maar het is eigenlijk een soort blanke muziek geworden. There's a place for us. Somewhere a place for us. Johnny Rivers die staat waarschijnlijk bij de R, hè, als het allemaal klopt. Moet ik even kijken. S, we zijn al bij de S. Dave Van Ronk. Ja, het leuke aan Dave Van Ronk is. Dave Van Ronk, daar hebben jullie ook nog nooit van gehoord. Dit is meneer Dave Van Ronk. En dat is ongeveer het voorbeeld van Bob Dylan. Alle singer-songwriters in Greenwich Village in New York, die adoreren Dave Van Ronk. Hij is overleden inmiddels. En de laatste keer dat ik in Greenwich Village was, bleek er ook nu een Dave Van Ronk-straat te zijn. Maar ik heb ooit eens, en dat kan ik niet goed achterhalen, in een interview in een Amerikaanse krant gelezen dat hij Rotterdamse roots heeft. Hij is zelf in Amerika geboren, maar dat zijn ouders uit Rotterdam naar Amerika zijn geëmigreerd. Want Van Ronk is natuurlijk ook geen Amerikaanse naam. Maar ik heb dat nooit hard kunnen maken. Dat heb ik eens een keer gelezen en die krant die heb je gewoon weggegooid. Maar dat wil ik nog eens een keer onderzoeken, Dave Van Ronk. Iedere singer-songwriter in Amerika was helemaal gek van Dave Van Ronk. En die kwamen ook bij hem thuis. Zijn vrouw was een hele gastvrije vrouw en die sliepen daar op de bank. Die raakten dan stoned en zopen daar en die bleven er allemaal slapen. Dus dat was een zoete inval bij Dave Van Ronk. Het zal ongetwijfeld een Rotterdammer zijn. Gezellige Rotterdammer. And it rained 5 days and the sky turned dark at night. Yes, it rained 5 days and the sky turned dark at night. Maar we waren op zoek naar Johnny Rivers, hè? Kijk, je moet. Johnny Rivers, waar is die om benul? Want de R, dat is wel een uitgebreide. Terry Reed. Terry Reed, die kennen jullie ook niet. Ik moet jullie ook uitleggen alles, hè? Terry Reed is totaal onbekend. Maar Terry Reed, die gold lange tijd als de beste zanger van Engeland. En Led Zeppelin heeft er alles aan gedaan om Terry Reed als zanger te krijgen. Maar dat wilde hij niet. Hij wilde zijn eigen band hebben, niet bij Led Zeppelin. En toen hebben ze van armoede die andere zanger genomen, die wereldberoemd geworden is. Maar dat was gewoon tweede keuze. Dat weet hij ook hoor, dat weet hij ook. Maar Terry Reed, dat was echt een cultheld. Even kijken, Johnny Rivers. Hier heb ik Johnny Rivers. Ja, even kijken, ja. Kijk, hier begint hij. Even kijken. Ja, hier begint hij. Johnny Rivers. En ik ben bang dat er. Want dit is al een heel kort rijtje. Dat ik er nog wel ergens anders zo'n rij heb staan. Want ik heb zijn hele oeuvre. Dit is Johnny Rivers. Hè? Een of andere vetkuiver uit Louisiana. Maar die heeft wel heel veel betekend voor de Amerikaanse muziek. Maar in Nederland kent niemand hem hoor. Answer me, oh my love. Just what sin have I been guilty of? Ik lees wel eens recensies over cd's en dan denk ik, ja, dat slaat helemaal nergens over. Maar als ik een plaatje op de radio draai,
dan vind ik dat op een of andere manier een aardig nummertje, want anders draai je het niet. Want het is mijn programma, het is, de muziek komt allemaal uit mijn kast. Dus wat ik draai vind ik allemaal heel aanvaardbaar, want anders zou ik het niet doen. O.C. Smith en The Son of Hickory Hollers, Tramp. Na zijn muzikale carrière deed Johnny Lyon nog erg veel, want hij had een boutique in Amsterdam met zijn vriendin Sophie van Kleef. Hij acteerde in de film Liefdesbekentenissen van Wim Verstappen. Hij was fotograaf, hij was journalist, maar hij was vooral begin jaren 60 de populairste zanger van Nederland. En daarom liep hij vandaag ook als een rode draad door het programma. Dit is de laatste bijdrage van Johnny Lyon en de Jumping Jewels. What am I living for? Nou, ik loop natuurlijk al heel lang mee in de muziek, want wat heel veel mensen niet weten, dat ik in begin jaren 70 heb ik jaren bij een platenmaatschappij gewerkt. Dus ik heb heel wat singles en LP's gemaakt die niet goed verkochten en heel snel bij de uitverkoop lagen. En ik ben zelfs de man die ooit Herman Brood geweigerd heeft, omdat ik dacht, er komt niks van terecht, want dat is een junk. En die ging toen naar een andere maatschappij en werd de grootste rock'n'roll artiest die Nederland ooit gehad heeft. Dus ik had er al vroeg verstand van. Nee, mevrouw, deze is mijn derde echtgenote. En die is uiteraard wat jonger. En die heeft een totaal andere smaak. Want dat is zo'n 70er jaren smaak. En dat vind ik vreselijk. Die houdt erg van Pink Floyd. En ik haat Pink Floyd. En die houdt van U2. En ik ben ooit met haar naar een concert van Yes geweest. Toen ben ik halfweg weggelopen, want ik werd daar heel nerveus van. Zo'n gozer begon aan een gitaarsolo en die hield niet meer op. En terwijl ik riep van ik ga een sigaar roken buiten, hoorde ik haar nog net zeggen, dit is mijn favoriete nummer. Ik denk, nou zoek het lekker uit met je favoriete nummer. He? Ik weet dat als ik thuis kom en die lul van Pink Floyd, die staat weer gitaar te spelen. Dan denk ik, oh, daar heb je hem weer, weet je wel. Maar dat heeft zij met mijn muziek bijvoorbeeld. Ik hou erg van PJ Proby. Nou, dat vindt ze walgelijk. En Mickey Newbury, dat kan ze niet tegen. Dat vindt ze allemaal sentimentele kitsch. Ja, ik heb een smakeloze vrouw getrouwd, blijkbaar. Ik draai in de auto nooit cd's. In de auto heb ik altijd Radio 1, heet dat geloof ik, opstaan. Want daar krijg je de files door en dan lezen ze de krant voor. Dus dan word je een beetje op de hoogte gehouden met de actualiteit. En voor de rest luister ik in de auto niet naar radiostations, want dat is allemaal precies dezelfde bullshit. Het is soft rock, hè? Het is Bon Jovi of Toto of omgekeerd, maar ik vind het altijd heel vervelend. En dan heb je ook nog die scheidlollige discjockeys die dan je toespreken of dat je een kleuter bent. En dan komt er nog een sidekick, die zit er doorheen te schreeuwen, ze lullen door de intro's heen. Het is één grote brom van ergernis. Nee, er is maar één goede discjockey in Nederland. Ja. Ja, het is gênant, maar ik ben het. Klopt. Johnny Lyon en de Jumping Jewels, Doa Diddy Diddy. Rita Wilson, dat is een zangeres uit Malibu in Californië. En ze maakte een heel mooi album, dat heet AM, FM, en dat heeft iets met radiozenders te maken. En op dat album staan hele smaakvolle covers. En deze mevrouw die moet wat voorstellen in de music scene in Californië. Want als gasten doen mee Jackson Browne, Faith Hill en Vince Gill. En het nummer kent u ongetwijfeld van de Everly Brothers. Rita Wilson, All I Had to Do Is Dream. Broken Man van Matt Anderson, daar krijg ik persoonlijk ontzettend kippenvel van. En Matt Anderson heeft net in deze ruimte 14 dagen gelogeerd. Want die jongens die zijn dan op tournee door Europa, maar die verdienen zo weinig. Als hij dan iedere nacht een hotel moet betalen, dan komt hij haast zonder geld terug in Canada. Dus als hij dan in Europa is, dan slaapt hij hier. En dan van hieruit gaat hij Nederland en Duitsland door. En dan zit Matt met dat ontzettende grote lijf in zijn onderbroek, bijzonder onsmakelijk, op mijn bank. Maar jij hebt geen last van Matt,
Want die komt 's nachts terug naar een optreden. Dan gaat hij skypen en mailen met zijn familie in Canada. En hij houdt dus de Canadese tijd houdt hij aan. Dus hij doet niet aan Nederlandse tijd. En dan om een uur of 8, 9 ochtends gaat hij naar bed. Dan komt hij om 4, 5 uur zijn nest uit. Dan drinkt hij wat en dan stapt hij in de huurauto. Dan gaat hij ergens in Nederland, België of Duitsland optreden. En dan 's nachts komt hij weer terug. Dus we zien hem haast niet. Het kind slaapt alleen. You can't take the home from a homeless man. You can take away your streets. You can't threaten a man with nothing to lose or bruise him when he's beat. Als ik moet kiezen tussen voetbal en muziek, dat is heel makkelijk, dat is muziek. Kijk, voetbal, dat is mijn werk. Dat heb ik 40 jaar gedaan en daar heb ik de kost mee verdiend. En met muziek is geen droogbrood te verdienen, maar muziek is mijn passie. Maar omdat ik altijd zo in dat voetbal actief was, dan moet je namelijk een soort tegengif hebben. Een hobby die niks met voetbal te maken heeft. Want anders ga je ook nog denken dat het balletje echt belangrijk is. Hè? Die zijn van die mensen die werken in de voetballerij en dan gaan ze 's avonds wat doen bij hun amateurclubje of zo. Of in een bestuur zitten. En als ik terug was uit het voetbal, dan wilde ik lekkere muziek horen en ging naar concerten. Weet je wel, ik vind een goed concert vind ik belangrijker dan een leuke wedstrijd. En in het verleden kon ik die keus vaak niet maken omdat ik moest werken. En ik ben nu op een leeftijd dat ik dat zelf uitmaak. En ik ben al jaren niet in een voetbalstadion geweest. En ik ben kind aan huis bij alle concertpodia in Nederland. Dus ik kies altijd voor muziek. Ik ben helemaal geen gezellig type. Ik hou niet van hossen, ik hou niet van feesten, ik hou niet van bruiloften en partijen en recepties. Ik ben bijvoorbeeld geheelonthouder, dus ik kom nooit in een café, want dan sta ik altijd buiten. Ik drink niet, maar ik rook wel, dus ik sta altijd buiten te roken. En ik vind het ook heel storend als je in een café zit, dan hebben ze een hoop bier of wijn naar binnen gegooid en dan beginnen ze slap te lullen en dan zit ik erbij met twee Cola Zero, waar je al behoorlijk van begint te boeren en zo. Dat is niet aan mij besteed. En ook bij die tv, ik zit er 3 keer in de week in Hilversum. En als de aftiteling loopt, zit ik al in de parkeergarage, weet je wel. Ik doe niet mee aan afterparties. Ik kom ook nooit op bijeenkomsten van RTL. Presentatorendag krijg ik al 15 jaar een uitnodiging van. Ik moet er niet aan denken met al die griezels om daar een gezellige avond te hebben, weet je wel. Nee, ik bemoei me daar helemaal niet mee. Ik ben in Hilversum en ik doe mijn ding en dan ga ik weer naar huis. En hetzelfde doe ik bij Rijnmond. En ik vermaak me prima, maar ik ben geen gezelligheidsdier. Met z'n allen iets leuks doen is niet aan mij besteed. Laat me lekker met rust. Kijk, dit ben ik met de Jimmy Lefevre band, hè. Ik zit niet zo dik in de vrienden. In de voetballerij haat iedereen me. En dat tv-programma, dat maakt het er niet beter op natuurlijk. Maar de vrienden die ik heb, die heb ik in de muziek. In de muziek heb ik wel wat vrienden. En er zijn ook wel mensen waar je op terug kunt vallen. En eigenlijk was mijn beste vriend altijd Harry Musquet. Daar ben ik 40, 45 jaar mee opgetrokken. En toen hij overleed, toen had ik ook echt het idee van, er is een familielid overleden, weet je wel. Want dan gaat Harry dood. En dan denk je, jee, daar hou je helemaal geen rekening mee dat Harry ook dood kan gaan. Hè? Maar ik was een kleine halve eeuw met hem opgetrokken. En ja, zo lang heb ik mijn ouders niet gekend. Mijn echtgenoten zeker niet en mijn kinderen ook niet. Dus ik was veel langer met Harry dan met wie dan ook. Maar dat was wel, dat heeft me toen wel erg aangegrepen. Toen heb ik echt een jaar heb ik ook niet naar muziek van hem kunnen luisteren. Dan als er in de auto een plaat van QB The Blizzards langs kwam, dan zette ik hem uit. Dat kon ik niet hebben. Watch him out to see.